Dit is een zweepspin, Damon diadema uit Tanzania en Kenia. Hele interessante dieren, best lief. Ze bijten niet, ze hebben geen gif. Ze kunnen misschien eens een keertje knijpen, maar dan doen ze geen schade. Echt super leuke dieren voor in je terrarium. Laten zich ook goed kweken. Dus koop minimaal een paardje, zou ik zeggen. Links het mannetje met hele lange pedipalpen. Dat zijn die klauwen, zeg maar. En rechts was het vrouwtje. Dit is ook een vrouwtje met veel kortere pedipalpen. En dit is weer een mannetje. Echt makkelijk. Vanaf de vierde vervelling kan je dat al zien. Terrarium staat natuurlijk al klaar thuis. 23 tot 30 graden. En veel belangrijker nog, de luchtvochtigheid 75 tot 80%. Belangrijk voor de eiontwikkeling en voor de vervellingen. Te vochtig is ook niet goed. Daar moeten dan genoeg schuilplekken in zijn, zodat je een mooie groep kan houden. Voeren is makkelijk. Levende insecten van de juiste grootte. Dat kan volwassen krekels zijn voor de volwassenen of fruitvliegjes voor de allerkleinste. Dit is een paardje boven het mannetje. Die doen dan een soort dans, net als schorpioenen. En daarbij wordt dan een spermatofoor afgezet. Hier de restanten daarvan. En het vrouwtje neemt dus dat sperma op in een pakketje. Dit is een dragend, een zwanger vrouwtje. En 6 tot 10 weken na de paring ontwikkelt ze een broedzak aan de onderkant. Die zie je hier, heel interessant. En 3 tot 6 maanden na de paring dan komen er ongeveer 20 tot 40 jongen uit. Pre-nymfen heten die dingen. En die blijven zo 10 tot 14 dagen op de moeder. En dan vervellen ze nog een keer en dan gaan ze van de moeder af. Dat zien we dadelijk. En dan zijn ze dus zelfstandig. Maar het is slim om ze toch nog even bij de moeder te laten. Wij lieten ze sowieso in het grote terrarium. En de meeste ontwikkelden zich tot volwassen dieren. Heel erg makkelijk. Gewoon één terrarium te verzorgen. Na ongeveer 8 vervellingen, hier zie je een vervelling, zijn ze volwassen. Zo'n dier moet trouwens voldoende ruimte hebben voor die vervelling. Ook die, zeg maar, antennes, hè, die lange voorpoten, die moeten ook helemaal kunnen uitstrekken. En hij moet op de kop hangen. Als dat niet kan, gaat het fout. En er is geen laatste vervelling. Dus ze groeien hun hele leven door. Nou, wij hielden ze dus in groepen. En er is weinig agressie. Kijk, 20, 30 stuks in dat kleine terrarium was geen uitzondering. En dan kun je dus gaan selecteren. Mannetjes, vrouwtjes, hier weer een paardje. Om ze weg te geven aan vrienden of te verkopen of whatever. Zo hebben we ze dan verstuurd in plastic bakjes met een lichtvochtig papiertje erin. Damon diadema wordt trouwens vaak foutief Damon variegatus genoemd. Dat is een soort die voorkomt bij het Tanganyika meer. Maar alleen diadema heeft 2 stekels aan de onderzijde van de trochander van de pedipalp. De plaatjes moeten voor zich spreken. Maar moeilijk te zien hoor. Goed. De meeste van ons hebben sowieso diadema. Ik wens je veel succes met de zweepspinnen in je terrarium. En mocht je deze video nou leuk vinden, dan klik even op het abonneerknopje. En dan zien we elkaar weer in een volgende Zoo Wild YouTube. Tot dan. Doei!